Vandaag gaat Rotterdam zijn hart laten stralen in het nieuwe Luxor Theater. Het gaat vandaag om initiatieven die bijzonder zijn en de stad vooruit helpen. Speel je stad is er voor alle kinderen in Rotterdam, zodat ze kunnen ontdekken waar ze kunnen spelen. Ik doe het puur voor de mensen die ook arm zijn. Sommige dingen moet je afdwingen en dit zijn feestlagen. Dus. Het doel is een finale plaats te bemachtigen voor de Aardig Onderweg Award 2016. Lukt het de kandidaten om het publiek en de jury te overtuigen van hun droom? Geeft het publiek ze een dikke 10 of gaan ze met een onvoldoende naar huis? Ik heb er een 9 voor gegeven. Die heb ik een 10 gegeven. Nou, dat was toch wel een 9. Uit honderden inschrijvingen zijn de meest bijzondere initiatieven geselecteerd om deze prachtige dag met elkaar te beleven. Wat gaan jullie pitchen? Wij zijn van het Transgenderkoor. Fotografie delen met iedereen. Wij zijn Rotterdam Rode Derby. Het nieuwe Luxor Theater zit er klaar voor. Laat het pitches maar beginnen. Als jullie zover zijn, dan kun je met de pitch beginnen. De Spielblik is een plek waar kinderen met spectaculaire apparaten worden uitgedaagd om hun technische talenten te ontdekken. Zelf raceauto's maken, een frietenkanon of vliegdingen bouwen. Ja, de Spielfabriek moet dé plek worden waar kinderen leren uitvinden. Nou, we kunnen heel veel doen met eigen budget, maar met de Aardig Onderweg Award kunnen we natuurlijk nog veel meer doen. Heel goed, dank je. Hartstikke mooi verhaal. Dan kan het publiek nu gaan stemmen. Om het extra spannend te maken blijven de cijfers geheim, tot alle pitches geweest zijn. Ja, dankjewel. De Speelfabriek, leuk. En die heb ik een 10 gegeven. Ik heb er een 9 voor gegeven. Die heb ik een 10 gegeven. De kop is eraf. De tweede pitch gaat over kunst van de straat. Ik zou zeggen, begin met je pitch. Je hebt 1 minuut. Rewriters is een initiatief dat zich richt op straatkunst / muurschilderingen in Rotterdam. We hebben een heleboel mooie, goede talenten die wereldwijd al bekend zijn, maar in hun eigen stad eigenlijk geen podium hadden. En hebben wij verandering ingebracht door nu een route te maken in het centrum van Rotterdam. En wij willen graag het verder ontwikkelen. Ja. Ik vind dus wat aan Gravity, wat we vroeger zagen in het begin, dat dat erg rommelig was. Maar ik heb nu gezien, die muren, dat maakt het kleurig en dat vind ik heel gezellig. Mijn naam is Rodney Oberg. Gijs Brouwer. Ik ben Michel Willems. Barbara Blaak. Ik wil het met jullie hebben over dromen. En dat we zoveel mogelijk mensen van kunst laten genieten. Music, art, education in harmony. Als je goed kijkt naar de natuur, dan is daar geen afval. Kent u dat? Je wilt het eten en je weet eigenlijk niet waarheen. Wat doe je op het moment dat je vrouw een probleem heeft? En los je het op. Wauw. Wat ga je voor ideeën inbrengen? Wat wij een mooi initiatief vinden. Dat is eigenlijk fietsclub Rijndam Racers. Een groep met dwarslezenpatiënten die we uiteindelijk elk jaar een half jaar trainen. Om een hele sterke uitdaging met zichzelf aan te gaan. Wat brengt dat voor mensen met een dwarslezing? Jouw idee? Ik denk een hoop zelfvertrouwen. En ik denk dat ze toch wel ervaren dat ze heel veel wel kunnen als ze echt maar die inzet willen tonen. Stel je eens voor wat voor held je eigenlijk bent. Als je in juni onderaan de gletsjer staat met een parcours voor je neus en hellingen tot wel 18% en dan kom je bovenaan, dan ben je wel een echte held. Want als je dit kan, dan kan je alles. En dat is waar het om gaat. Hallo jongens. Hoe was het leveren van deze prestatie? Ja, een klein beetje zenuwachtig, maar wel heel erg goed. Het is niet niks, maar het is ook een boodschap hoe je ermee kunt dealen. En dat is de kracht die jullie weer mee willen geven. Het is een hele mooie ervaring die je meemaakt. En je wil dat meerdere mensen dat mee kunnen en mogen maken. Ja. En daar staan we hier voor. En waar denk je dan aan? Toch wel op het moment dat ik daar ook op die gletsjer stond. Ja, power. Voor die bijkers vond ik wel... Dat scoort ik wel scoren. Dat die mensen toch wel met een behoorlijk doel daar die berg op gaan. Op zo'n pitchdag komen mensen met de grootste dromen en passies naar het podium. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, ik ben Julien van Toer. Ik geef al 5 jaar les, gratis les aan kinderen in heel IJsselmonde. 6 dagen in de week, helemaal gratis. Geen inschrijvingen, puur op eigen kracht, 100%. Puur uit eigen beweging. Ik organiseer alles zelf. En ik doe het voor de kinderen.
Kom op, we gaan weer verder. Ja. Kom op. Ik doe het puur voor de mensen die ook arm zijn. Die het ook wat moeilijker hebben. En om zo consequent te zijn, om de jeugd lekker van de straat te houden. Om ook het dialoog te leggen tussen de ouders en het kind. En wat ik heel erg belangrijk vind, is de kringgesprekken. Het einde van de les heb ik altijd kringgesprekken. Met gespreksonderwerpen die van maatschappelijk belang zijn. Bijvoorbeeld pesten, dat soort dingen. Dingen die alledaags een rol spelen. Om met elkaar een oplossing te zoeken. En ik heb echt niet alles gedacht. Nou, van je hart spreekt boekdelen. Ja. Dus daar heb je ook wel heel veel verteld. Ja. Hey, het is gebeurd. Je bent klaar. Dankjewel voor je mooie verhaal. Dit was dus helemaal niet de bedoeling. Maar je hebt wel een goed herpakt, toch? Daarna heb je wel goed herpakt, toch? Ja. Wat raak je nou zo? Dat ik gehoord word. Je laat het diepste van je binnenste zien. Dat kickboksen, dat vond ik dus heel erg interessant. Wat voor cijfer heeft u gegeven? Een 9. Bam! Alle fietsen waren op. Roller derby is een full contact teamsport op rolschaatsen. Daarmee denken wij dat we de stad vooruit helpen. We hebben kennis zat, we hebben de achterban, we hebben de bronnen. Geef ons die kans om die uitdaging aan te gaan. Iedereen doet zijn best om zijn idee over te brengen, maar de jury is kritisch. Is Rotterdam ook wel toegerust om heel de fiets aan te kunnen? Wat zou je nou precies met de prijs willen doen? Als ik het even plat sla, dan vis je de oceaan en de zeeën leeg naar plastic troep. Wat is het onderscheidend vermogen van jou? Krijg je mentoren ook nog opleiding bij jullie? Of? Ja. Waar moet zo'n locatie aan voldoen? Een winnaar word je niet zomaar. Je hebt meer nodig dan alleen een goed verhaal. Je hebt hele mooie schoenen aan. Ja, je hebt je speciaal gekozen. Ja. Soms moet je dingen afdwingen. En ik heb zin in een feestje vandaag, dus ik moet winnen. En ik dacht, nou, dit zijn gewoon lazen waar je mee moet winnen, vind ik. Wat is je eerste zin? Mijn eerste zin is een uitspraak van een kind, wat hij van de week tegen me zei. En dat was, juf, u laat me doen waar ik goed in ben. Ik werk met kinderen die een gedragsstoornis hebben. En dat zijn kinderen die veel hulp ontvangen, maar ook heel veel kunnen bieden. Mijn doel is hun zelfbewustzijn te stimuleren en hun een actieve rol te laten hebben in de maatschappij. Toen is de kunstpiloot geboren. Het concept is dat organisaties kunst kopen van een klas. En als het werk af is, dan gaan we bij die organisaties op bezoek. En wat geeft dat die kinderen? Als ze dan trots verkocht hebben, geld krijgen voor een goed doel? Trots. Heel veel trots. Dat is jouw bedoeling? Ja. Mijn grote droom is dan ook dat niet alleen de kinderen van de school waar ik werk, maar alle leerlingen in het speciaal onderwijs van Rotterdam zo'n succesbeleving hebben met kunstwerken van de kunstpiloot. Mevrouw van het kunstproject, dat vond ik wel heel erg inspirerend. Een 9 heb ik hier gegeven. Een van de grootste verrassingen was de prachtige, nog maar 16 jaar oude Omani. Dans al sinds ik 6 jaar oud ben en dat is dan ook echt mijn allergrootste passie. Ik ben al aardig onderweg, want ik was vorige zomer was ik in Los Angeles. En daar heb ik de wereldkampioenschappen voor podiumkunsten gewonnen. Hierna heb ik auditie gedaan bij Dance Theater of Harlem. Dat is een hele toffe dansacademie in New York, waar ik dan ook ben aangenomen. En daar mag ik dan 4 weken mag ik daar dansen. Ik zou de award gebruiken, ik zou me volledig in mijn opleiding storten. Daarna wil ik sowieso terugkomen naar Nederland om hier te auditeren bij grote gezelschappen. En op die manier mijn steentje bij te dragen aan de Nederlandse danswereld en mensen te raken. Maak je zin maar af. Wanneer ik in de Schouwburg zit en ook naar prachtvoorstellingen kijk. Dank u wel. Ze lijkt zo op de gemak. Ja, is ze ook wel. Ja. Ja, dit vindt ze wel leuk om te doen. Ik vind het echt een indrukwekkend verhaal. Ja. Ja. Mooi, mooi talent. Prachtig. Na alle pitches is het dan zover. De jury moet de moeilijke keuzes gaan maken. Ik had veel sympathie voor die. Ja. Dit is met de groot en dit is met de onduidelijk. Ik vond deze ook toch wel interessant. De cijfers die uit de stemming van het publiek zijn gekomen leveren per categorie 3 genomineerden op. De jury kijkt of dat overeenkomt met hun keuze. Wat blijkt is dat wij met de categorie ondernemen volledig parallel aan het publiek onze keuzes hebben gemaakt. Voor wat betreft kunst en cultuur en het samenleven eigenlijk vaststellen dat we bijna parallel liepen met het publiek. Maar toch het gevoel hebben dat we een waterkant moeten trekken. Aan beide kanten. Aan beide kanten voor die categorieën.
paarinitiatieven toch een kans te geven, heeft de jury besloten 2 wildcards in te zetten. Mooi. Goed gedaan. Ja, en dan is het grote moment daar. Het is tijd om de winnaars bekend te maken. Genomineerd voor in de categorie ondernemen is uitverkoren de Speelfabriek. Burning for the Ocean en Bim Bim Bites. In de categorie samenleven, Rijndam Racers. De Kunstpiloot als derde, Benefits for Kids. En de winnaars uit de categorie Kunst, Cultuur en Sport zijn... Mooi Weer en Co. Rewriters. En verder Cardio Kickboxing. En dan zijn er nog de wildcards. En dat is Oman. En de tweede wildcard gaat naar... Transgendercore. Ik heb daar ongelooflijk van genoten. Dit is wel heel tof. Ja, nu kan je lachen, hè? Je weet toch niet, totdat het gebeurt, hoe geweldig dit voelt. Het is echt te gek. Het is echt gewoon te gek. Ik vond het echt een geweldig deelnemersveld. We hadden het allebei niet helemaal van ons verwacht. Dus even zo, wow, het is wel echt... Ah. Volgende week zie je wie van deze 11 finalisten de 3 winnaars zijn... die de prijs van 12.500 euro winnen. Tot dan!